Yo, wat up kijkers van het Gameportaal. Ik ben Bas en welkom in de Hypixel server. Ik heb geen skin. What the fuck? Dit is vreemd. Zeg, afgelopen aflevering heb ik jullie laten zien wat je kan doen bij TNT Tag. En wat de mogelijkheden er zijn en wat je moet doen om pro te worden. Nu, zit ik hier op een maandag te recorden. Omdat ik misschien een klein beetje ben vergeten om op te nemen. Dus ik zat te denken, laten wij gewoon een minigame gaan doen. En dan vraag ik het jullie gewoon nog een keertje. Welke minigame moet ik gaan reviewen? Dus is dat, weet ik veel, Blitz, Walls, Mega Walls? Is dat P-Ball, waar ik dus echt nog nooit van heb gehoord? TNT, die heb ik dus allemaal gedaan. Quake, Vampire Z, de arcade games, weet ik veel, de arena. Ik weet niet precies wat dat is, het zal iets voor PvP zijn. In ieder geval, wat moet ik doen? Laat het me weten in de reacties. En ik zal zo snel mogelijk laten weten via mijn Twitter. Twitter.com/Astalo. Wat ik zal gaan doen. Yes. Alright, prima. Nu, ik zit even te denken wat ik zal gaan doen. Ik zit eigenlijk aan een potje Quake of 2. Dus, ik ben zo weer terug. Oké, dan. De keuze is gemaakt. We gaan een potje Blitz. Tuurlijk pas. We gaan een potje Quake doen. Dus, laten we gewoon lekker meteen lopen. Hoe is jullie dag? Mijn is prima. Als het goed is, als jullie deze video zien, ben ik aan het werken. Ben ik aan het derpen in de action. Dus, yeah. Alright, let's see. Eens even kijken. Wie is allemaal online? Niet zo gek voor mensen. Eens even zien. Welke zullen we doen? Ik heb wel zin in de Hustwood. Of die Monek, dat ken ik niet. Oké, join... Joining 1-2 Demonic. Bam. En we gaan er gewoon eventjes heen. Dit is denk ik een van de maps die ik eigenlijk nauwelijks heb gespeeld ooit. Ik weet niet, hebben jullie mij dit ooit zien spelen? Want ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit heb gespeeld. Ik weet het niet. Het ziet er best interessant uit. Oké, dus er is een soort van gat hier. Wat is er nog meer? Even kijken, 4 mensen zijn er. Oké, dus we hebben... Dus het is een soort van bouwtjerkastel, doet me aan denken. Je hebt wat gangen en je hebt wat hoekjes. Oké, wacht even kijken of ik hier wat leuke hoek heb. Ja, ik kan eens nog geraakt worden. Ja, het is een beetje anders, een beetje te analyseren, weet je niet? Derp. Wat is hier? Oh, dit is gewoon een trap naar beneden, what the fuck? Dit is een vrij kleine map, lijkt het wel. Of lijkt het maar klein? Is het gewoon wat... Is het gewoon heel erg compact en ziet het er klaar... Oeh, dit is leuk gedaan. Ik weet niet wie dit heeft gedaan, maar dat is leuk gedaan. Wat is dit? Dat is wel donker eigenlijk. Ah, maakt niet uit. 7 mensen zijn ingewarpt. We kunnen zo meteen gaan beginnen. Oké, laten we even een klein beetje beginplekje zien te vinden. Dus ik gok dat hier een spawn boven zit. Ergens in dit gebied. Dus ik zie weinig mensen hier. Daar was iemand... Oh, die is daar pas. Oké, mooi. Nou, toch 10 seconden ongeveer gok ik. Ik denk dat we zo meteen gaan beginnen met aftellen. Ja, 10, 9. Oké, let's go. Ik denk dat het Steve persoontje wordt onze... Nou, ik ben zelf het Steve persoontje. Dus wij worden onze eigen target. Let's go. Oké, goed. Ik heb een AK 1.0 railgun. Hey, first blood. Bam. Oké, dit is eigenlijk gewoon een soort van iron hoe, weet je wel. Hop. Kak. Die had ik niet in de gaten. Hop. Kom joh. Ja, Bert. En next. Oh, wat? Hoe was die zo snel? Oké, hey, persoon. Oh, die heb ik dus niet geraakt. Jammer joh. Oké, next. Die persoon wil ik even neer. Hey. Sorry, die had ik even heel gauw in de gaten. Oh, wat? Oh, wat? Hoe doet hij dat? Nee, Roy, wat doe je? Waar je heeft al zo... Waar je already heeft 8 keer... Wat? Hoe ben jij zo snel? Die gast, holy shit. Dat staat nergens op. Hier, bam. Dat staat nergens op. Oké, dit is nu mijn doel. Wat? We moeten die Nero doop maken. Hoe die ook heet. Hij heeft me... Kom op. Oh, bingo. Ik heb hem. En... Oh, wat? Wie was dat nou? Nee. Verpest mijn lul niet. Mijn lul. Verpest mijn lul niet. Zei ik dat zojuist echt. Ah, nee. Niet echt een geweldige start of zo. Is daar... Oh, hier. Nee. Boom. Jammer. Next.
Bam. Ah. Ik dacht dat ik hem had. Had ik hem? Of had hij mij? Of hadden we elkaar? Dat kan ook nog eens. En, jammer. Wat? Nee! Weer die Nieroy. Nieroy? Wat doe je? Hup. Wat doe je, Nieroy? Nope. Nee, alweer. Jezus, wat zijn mensen goed hierin. Oké, we kunnen het beste doen. Daar zit die Nieroy weer. Dus die gaan we weer te pakken. Hij is juist geen gips, dat zien. Oh, 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 oh. Wat jammer nou. Wat jammer. Wat jammer. Ah. Nieroy heeft gewonnen. Met de blinkting. Wij staan vierde. We gaan lekker nog een game doen. Laten we nog een game doen. Ik ga slash hub doen. Slash hub. Oké, eens even zien. Welke gaan we doen? Ik ga nou gewoon eentje joinen zonder dat ik zeg dat ik erin ga. Dus ik denk dat ik gewoon naar Dixite ga. Ja, Dixite, bam. Alright, prima. Wie hebben we nu allemaal? We hebben 1 MVP plus. Dus 1 kans dat we doodgaan. Ja, dat merk ik laatst uit. MVP plussers krijgen een slechte naam in Hypixel servers tegenwoordig. Overwege, even kijken, de laatste tijd zijn er veel updates geweest. En een aantal MVP plussers die hebben vanwege bepaalde achievements die ze hebben gehaald, konden ze zo veel ineens. Snap ik wel. Maakt niet uit. Ze hebben ervoor betaald, dus verdiend. Kan mij het schelen. In ieder geval, persoon, dood. En nog een persoon die niet zo handig bezig is. Oh crap. Oké, okay, ik was even stil daar. Ik moest eventjes heel goed opletten. Boom. Hop. Oké, sorry. Ik zal niet meer stil zijn. Ik moet gewoon even wat... Oh mijn god, was dat een kill? Was dat een kill? Dat was de meest grote afstand kill die ik ooit heb gehad. Oh, kom op. Kill, kill, kill. Kill, kill, kill. Ik weet dat ik het kan. Oh, kom op, kom op. Oeh, kijk. Oh, wat jammer nou. Hop, bam. Heb je. Nope. Nope. Ah, nope. Helaas. 8. Hoeveel hebben we? 7. Oh, oh, bam. Oh, die, even heel eerlijk, die was netjes. Zeg even heel eerlijk, die was netjes. Oké, okay, all staat voor. Up. En boom. Kunnen we hem pakken? Ah, kom op. Nee. All staat vol met 13. Holy shit, wat voor... Bam. Nope. Ah, kom op. Oh, hij heeft ook zo'n bling railgun. Godver. Dit bedoel ik. even serieus. Mensen haten op MVP plussers daarvoor. Vanwege die railguns. Die zijn kapot overpowered. Wat ik op zich wel snap. Want ze zijn op zich kapot overpowered. Maar ik vind die nodig om op te haten. Ik bedoel... Ik vind ik best kan zeggen van dat het overpowered is. Omdat het ook gewoon zo is. En dat is algemeen bekend. En dat staat nergens op. Zie je, kijk. Hop, bam, ik heb hem eigenlijk. Hop. Oh, wat jammer. Oh, nope. Oh, bam. Ah, helaas. Oké, in ieder geval. Ja, het is gewoon overpowered. Dat is gewoon zo. Maar dat maakt verder niet echt zoveel uit. Want ja, mensen hebben er verder gewoon voor betaald. Dus ja. Oh, we hebben elkaar. Bam. 23-12. Wie zou er winnen? En, kak. Jap. Yep. Hé, als het goed is heeft hij al gewonnen of niet soms. Is het tegenwoordig bij 25? Hup. 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 Ah. De Brilliant Majestic Railgun. Diamond. Oké. Okay. Nou ja, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Nee, maar dat gewoon even puur om te zeggen. Ja, jongens, ga niet haten op mensen met MVP+. Puur en alleen maar omdat ze overpowered spul hebben. Ik bedoel, daar hebben ze ook gewoon hun ding voor gedaan om dat te krijgen. Dus ik vind die echt de reden om dat te haten. Dus ja, waar ik over kwijt, omdat ik de vaak zie de laatste tijd. Dus, ja, dit was hem eigenlijk wel weer. We hebben even lekker twee potjes, hoe heet het nou? Ik ben namelijk weer kwijt, Quakecraft gedaan. Ik ben zo slecht in dat soort dingen. Dus, ja, laat een blauw duimpje achter als je het leuk vond. Abonneer mijn kanaal, die is Engels tegenwoordig. Ik maak Engelse content. Als het goed is, is gisteren de eerste video online gekomen. Voor jullie gisteren, voor mij is dat morgen nog. En... Ja. Nee, vandaag. Voor mij is dat vandaag. Het is vandaag maandag. Jongens, sorry. Ik ben net wakker. Sorry. Nee, wakker. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien bij Minigames met Basje. Laat me weten wat jullie willen doen. Ik geef je nog een kleine look around. Mega Walls, Walls, Blitz, Arena, Arcade, Vampire Z, Quakecraft... Of P-Ball, want TNT hebben we al gedaan.
Wie is deze gast? Die stond er net ook al op. Freddy Cool 2000. Hey Power. Dus, ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Take it easy. Have a sissy. En, ja, dat was wel zo'n beetje. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. We'll be right back.